Jeetje Anning, projectleider bij Landschap Noord-Holland. En we staan hier vandaag in het Amstelmeer bij de start van een prachtig project voor watvogels. We leggen hier broedeilanden en hoogwatervluchtplaatsen aan. En dat doen we met bagger uit Vagel. Over 2 jaar is het klaar en we verwachten dat de watvogels dit gebied met vele duizenden weten te vinden. Wat we nu zien is dat de aannemer bezig is met het aanbrengen van voorbelasting voor de dammen. Na het broedseizoen, als de grond gezakt is, gaat hij de dammen afwerken en zal hij bagger in de eilanden pompen en de broedeilanden aanleggen. Uiteindelijk ontstaat er een gevarieerd en een heel compleet gebied voor vogels, watvogels zoals visdief, kluut en allerlei soorten meeuwen, waar zij veilig kunnen rusten bij hoogwater op het wat, waar ze veilig kunnen broeden en waar eventueel ook nog wat voedsel te vinden is. De watvogels in Nederland hebben het best moeilijk. Door de zeespiegelstijging en omdat ze heel weinig plek hebben om op een goede manier een jonge groot te brengen, is het aanleggen van zo'n gebied een ontzettend waardevolle toevoeging. De broedvogel wat hier komt, geeft de vogels die er de behoefte aan hebben een goede plek om op een goede manier een jonge groot te brengen, waardoor het een hele grote ecologische meerwaarde heeft voor het hele gebied. Nou, wat we hier zien is een van die beelden die we heel graag terugzien op meer plekken in het Amstelmeer. Je hebt hier een laag met een heel dun laagje water en hierbij zit een heel laagje slip op. Nou, dit slip is ontzettend rijk aan organisch materiaal, waardoor er heel veel leven in zit. Maar die steltlovers en ook voornamelijk de jonge vogels die hier komen, straks gaan gebruiken als voedsel. Straks in het broedseizoen, als de kluten met hun jongen gaan fourageren, zijn dit echt de ideale plekjes voor die vogels om iets te vinden. En zo op te vetten en op te groeien tot ze vliegvlug zijn. Nou, zo over enkele jaren het hele terrein is ingericht, verwachten we dat het bij de vogels ontzettend snel in trek komt. Straks bij het broedfort zullen naar verwachting gelijk al na het eerste jaar vele visdieven en kokmeeuwen denken van dit is een goede plek om te broeden en proberen daar hun nesten te maken. Ook de slikhoevers die hier straks komen zullen voor kluten een geweldige plek zijn om te fourageren, hun jongen groot te brengen en om te broeden. Nou, al met al wordt dit terrein dus zo ingericht dat voor de broedvogels ontzettend aantrekkelijk wordt. En de verwachting is dat zeker na het eerste jaar gelijk al heel veel vogels bij zichzelf denken van hier gaan we zitten. Nou, de komende jaren zijn ze natuurlijk hier nog aan het werk. Maar wat je hier ziet, is een van de eerste maatregelen die ze genomen hebben voor de voorbereiding van het aanleggen van dit gebied. Ze hebben hier een dam aangelegd, wat ervoor moet zorgen dat de bodem stabiel wordt voor de dammen in de toekomst. Nou, je ziet hier dat het eigenlijk een grote zandvlakte is en naar verwachting zullen zelfs dit jaar al, dit broedseizoen, vogels al denken van nou, dit ziet eruit als een goede broedplek en die gaan het hier al proberen. Nou, waarom dit gebied ook zo aantrekkelijk is voor broedvogels is dat het zo dicht aan de Waddenzee ligt. En vroeger was dit ook Waddenzee. Daarvan zie je hier nog enkele sporen terug. Je ziet er allemaal verschillende schelpen die uit de zee nog komen, uit de tijd dat hier nog het wat gewoon naar binnen liep. En die schelpen zijn achtergebleven. Niet alleen voor vogels worden er in dit gebied maatregelen genomen om zich beter te kunnen huisvesten. Ook voor vissen gaan we een aantal dingen doen. Zo gaan we hier in het terrein zelf een aantal vissenbossen maken. Die ervoor moeten gaan zorgen dat er een heel veel hogere biodiversiteit aan vis komt. De vissen krijgen hier nog een geschikte plaats om een eier af te zetten, om te schuilen. Waardoor het geheel in het terrein een stuk aantrekkelijker wordt voor alles wat er eigenlijk wil en kan gaan zitten. Het project in het Amstelmeer maakt onderdeel uit van Wij en Watvogels. Dat is een samenwerking waarin alle natuurbeheerders rondom de Waddenzee, 3 provincies en het Rijk samenwerken om de watvogels weer een goede toekomst te geven.